Het doel van deze bijeenkomst. We wilden het hebben over digitale toegankelijkheid. En dan met name rond het inkoopproces. Vanuit de VNG krijgen we vragen van gemeenten. Digitoegankelijke top krijgt vragen van ook andere overheden. We zijn in gesprek ook met leveranciers over voorwaarden en dat soort zaken. En we willen nu iedereen goed informeren als het gaat over het inkopen van digitoegankelijke producten. Omdat dat in de wet staat ook, dat dat moet op een bepaalde manier. Wat we ook willen doen is het aanreiken van tips en trucs. We hebben ook een best practice verhaal. We gaan het over auditors hebben, over het dashboard van digitoegankelijk. En het inkopenproces, verschillende tips en trucs daaromheen. En we gaan dus ook vragen ophalen over informatie en informatie over de voortgang van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie. En eventueel kunnen we aan het einde nog afspraken maken over het een en het ander. En als eerste willen we graag weten wat je vandaag verwacht op te halen uit deze bijeenkomst. Want wij hebben natuurlijk een bepaalde doelstelling bij de bijeenkomst, maar we willen ook graag weten van, goh, wat zijn nou jullie verwachtingen? Wat wil je horen? Had je tips willen hebben? Wil je het over een specifiek onderwerp hebben? Over bepaalde leveranciers of producten? Het kan van alles zijn. Ik heb 3 antwoorden. Nu komt het tevoorschijn. We willen gewoon meer informatie over digitale toegankelijkheid, kennis in het algemeen. Stand van zaken. Stand van zaken van wat? Hoe is het in de Gibbet verankerd? Ja, daar gaan we het over hebben. Waar moet je op letten? Handvaten. Algemeen tips, informatie, kennis. Nou, volgens mij zijn jullie dan op de juiste plek. Want dat gaan we vandaag doen. Tips over het opzetten van de juiste criteria. Met een regelgeving security. Waar je op moet letten als je met een externe partij in zee gaat. Gelet op de digitale toegankelijkheid. En wat moet verbeterd worden. Nou, al dat soort dingen komen aan de orde. Nog handigheden zijn, een checklist. We hebben 36 antwoorden. Ik heb geen idee hoeveel mensen er... Sorry. Ik versta het niet. Iemand zegt iets. Nee? Oké. Dan heb ik dat verkeerd gehoord misschien. Er zijn 66 deelnemers, Jolies. Oh, 66. Dankjewel, André. Ja, ik dacht 102, maar er waren 102 aanmeldingen. Dus ik dacht, nou, dan is 38 antwoorden misschien wel een beetje weinig. Maar 66, zeg je. Oké. Gaan we door. Wat we ook nog graag willen weten is wat voor soort organisatie je vertegenwoordigt. Want we hebben natuurlijk allerlei soorten overheden uitgenodigd. Ik heb bij de aanmeldingen ook 1 of 2 leveranciers of adviesbureaus gezien. Ik ben heel benieuwd wat voor type organisaties er vandaag aangesloten zijn. ...23 gemeenten tot zover, een leverancier, ministerie. Als het een andere overheid is of een andere organisatie, zou ik graag in de chat ook willen zien wat voor type organisatie het dan om gaat. Rijkswaterstaat, bedrijfsvoeringsorganisatie, veiligheidsregio. Oké. Een blinde bibliotheek. Nou, heel veel verschillende organisaties, maar de meeste toch wel overheidsorganisaties. Gemeentelijke inkoopplatform ook nog aanwezig.
Heel mooi. Dank jullie wel. Gaan we naar de volgende. Dit is de agenda voor vandaag. Als het goed is, hebben jullie de presentatie ook ontvangen voorafgaand aan deze bijeenkomst. Nou, het doel van de bijeenkomst hebben we net al besproken. En ook fijn om te weten wat jullie doel van deze bijeenkomst is. Ik geef straks het woord aan Martin Eikenboom. Hij gaat wat vertellen over voor wie digitale toegankelijkheid belangrijk is. Iets over digitoegankelijk top, het programma, maar ook de wettelijke verplichting. We gaan het hebben over het inkoopproces, waar André Plat van de VNG tips en trucs aanreikt over de verschillende instrumentaria. Wat je zelf kan doen, wat de leverancier kan verwachten en het verschil tussen oude en nieuwe contracten. Ik ga samen met mijn collega van de VNG, Youssef Youssoufi, iets vertellen over de praktijk, horizontale verantwoording, collega binnen de organisatie en over de audits. En dan gaat Martin nog iets vertellen over de toegankelijkheidsverklaring. En dan hebben we een afsluiting. Ik hoop dat we binnen een uur klaar kunnen zijn. We hebben heel veel te bespreken. Dus ik geef nu het woord aan Martin Eikenboom van Digitoegankelijk Top. Ja, dankjewel Jolies. Allemaal welkom. Ja, ik ga proberen in een paar minuutjes de belangrijkste dingen even met jullie te delen. Want er valt best wel veel te vertellen over wat we allemaal aan het doen zijn. Allereerst, we zijn natuurlijk, nou, en dat blijkt ook deze bijeenkomst, nou aan het samenwerken met de VNG. En ook met andere partijen. En dat is belangrijk, omdat er heel veel te doen is. Ja, voor wie doen we het eigenlijk? We richten ons natuurlijk in eerste instantie wel voornamelijk op die overheid. Omdat die overheid natuurlijk degene is die uiteindelijk ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van die overheidsdiensten. Maar in die end is natuurlijk onze echte klant de mens met een beperking. En dat zijn er eigenlijk best wel heel veel in Nederland. Als je kijkt naar wat statistieken, dan komt het er ongeveer op neer dat in Nederland ongeveer 4,5 miljoen mensen op een of andere manier een beperking en soms zelfs meerdere beperkingen hebben. En dat betekent dus dat het een substantieel deel van onze bevolking is. Als je ook kijkt naar wat de toekomst gaat brengen. Mensen worden steeds ouder. De vergrijzing treedt in aantocht. Dan zal het ook wel zo zijn dat die groep waarschijnlijk alleen maar gaat toenemen. Zeker als je dat dan ook nog eens keer relateert aan het verdere gebruik van het internet. Want dat is natuurlijk ook wel een van onze verwachtingen. Dan zul je zien dat het dus een heel belangrijk onderwerp is. Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen aan de samenleving kunnen deelnemen. En daarmee dus inclusief zijn. En dat is een heel belangrijke doelstelling, hè, van het huidige kabinet en van de staatssecretaris Van Huffelen. Om ervoor te zorgen dat alle mensen een plekje in deze samenleving hebben. Graag volgende slide alsjeblieft. Ja, ook zoiets. Als je kijkt naar hoe mensen gebruik maken van hun mobiele telefoons. Nou, ik ben zelf ook iemand die best wel wat grotere lettertypen kan gebruiken. Heeft deels met leeftijd te maken, deels met mijn ogen. Maar dan zie je dat dus ook in het mobiele telefoongebruik, dat er natuurlijk heel veel functies tegenwoordig zijn waar je best wel even wat extra hulp bij kan gebruiken. En of dat nou gesproken stem is, of dat een groot lettertype is, of een andere kleur, ander contrast. Allemaal dingen die van belang zijn om ervoor te zorgen dat mensen goed gebruik maken kunnen van hun mobiele telefoon. Graag next slide alsjeblieft. Volgende slide alsjeblieft. Ah, oh nee, sorry. Het ging iets vertraagd. Ja, nou, de verplichting om als overheid zowel je mobiele apps als je websites op orde te hebben, die vloeit voort uit Europese regelgeving en is in Nederland alweer heel wat jaren geleden. Volgens mij is de wet al van 2016 vastgelegd in het tijdelijk besluit. Hier staat wetgeving, maar dat moet zijn tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. En in dat besluit staat dat overheden, als het gaat om de mobiele apps in 2021, dus dat is dus nog niet zo heel lang geleden, maar als het gaat om de websites, al vanaf 2018 eigenlijk moeten voldoen aan de eisen van de digitale toegankelijkheid. Nou, die eisen die zijn in de zogenaamde Web Content Accessibility Guidelines vastgelegd, afgekort de WCAG. Dat zijn allerlei technische
eisen die gaan over techniek enerzijds, de contrast en dat soort zaken, maar ook over content. Dat er bijvoorbeeld onder een plaatje dat er een tekst staat, zodat mensen dat ook kunnen begrijpen waar het plaatje over gaat. Even kijken. Ja, overheden moeten op dit moment al hun websites in het zogenaamde toegankelijkheidsregister opnemen. De situatie is dat pak een beet 4000 websites op dit moment in dat toegankelijkheidsregister staan. Terwijl we verwachten, schatten, maar dat weten we niet helemaal precies, dat er terwijl tussen de 10.000 en 16.000 zullen zijn. Dus dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Het heeft voor een deel te maken met dat overheden er op een of andere manier niet aan toe zijn gekomen. Andere prioriteiten, maar soms ook geen geld, want dat kan ook heel kostbaar zijn. Maar soms is het ook dat ze niet eens weten dat een bepaalde website bij hun hoort. Dat gebeurt regelmatig. Soms wordt er even een website gemaakt voor een evenement. En die website wordt vervolgens nooit meer weggehaald. Nou, wat we aan het doen zijn, is dat we nu ervoor willen gaan zorgen dat alle websites van de overheid en natuurlijk ook alle mobiele apps, dat die in dat zogenaamde toegankelijkheidsregister gaan komen. Want dat is de basis om de boel op orde te krijgen. Nou, hoe werkt dat dan in de praktijk? Zolang je een website nog niet in het register hebt, heeft het de zogenaamde E-status. Neem je een website op, dan krijgt hij de D-status. Vervolgens, als je aangeeft dat je een onderzoek gaat doen, krijgt hij de C-status. Als je het onderzoek hebt uitgevoerd en daaruit blijkt welke verbeterslagen je nog hebt te maken, krijgt de website een B-status. En als alles op orde is, krijgt de website een A-status. Hetzelfde geldt overigens voor de mobiele apps. Dat is dus een proces waarbij je niet in één keer alles op orde hoeft te hebben. En ons advies is ook, zeker als je een wat grotere organisatie bent, kijk dan toch in eerste instantie vooral naar die websites waarvan je verwacht en misschien soms ook weet, hè, want dat wordt ook wel vaak bijgehouden, dat die het meest gebruikt worden en begin daarmee. Maar maak ook een plan voor hoe je met die andere websites omgaat. En het kan er ook op neerkomen dat je tot de conclusie komt dat bepaalde websites, dat die gewoon eigenlijk gewoon niet meer relevant zijn en dat je die dus weghaalt. Vanaf 2025, dat is niet zozeer specifiek voor de overheid van belang, maar dat gaat wel met name allerlei softwareleveranciers ook raken, gaat die verplichting ook gelden voor het bedrijfsleven. Niet voor alle bedrijven, een bepaalde grootte hebben, het moet ook vaak gaan om dienstverlening, maar die eisen van digitale toegankelijkheid, die gaan dus eigenlijk maatschappijbreed gelden. En dat betekent dat de belangstelling voor het onderwerp alleen maar gaat toenemen. En dat zal ook betekenen dat adviesbureaus en auditorganisaties, maar ook softwareleveranciers er echt wel baat bij hebben om nu heel hard aan de slag te gaan, om klaar te zijn voor 2025. Mag die naar de volgende? Ja, dat had ik al verteld. 2016 is het begonnen. Daar zitten een aantal jaren overheen. Hè. Zo werkt dat natuurlijk met wet en regelgeving. De overheid, de wetgever zegt van ja, je moet als overheid wel even de tijd hebben om de zaak voor elkaar te krijgen. Maar ja, als vanaf 2018 het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid bestaat, dan zitten we nu anno 2023, dus zijn we 5 jaar verder. En dan is het zo langzamerhand ook wel eens tijd dat er wat gaat gebeuren. Nou, dat mag die naar de volgende slide. Oh ja, dat is even een vraag tussendoor. In hoeverre zijn jullie bekend met deze wet en regelgeving? Want er zit ook nog nieuwe wet en regelgeving aan te komen. Nou, als ik het zo mag samenvatten, ik ga ervan uit dat het nu ongeveer klaar is, is toch een groot deel nog niet heel goed op de hoogte. Ik wil jullie als tip meegeven dat los van het feit dat natuurlijk de VNG allerlei informatie verstrekt via haar website, ook Logius een belangrijke website heeft, die heet digitoegankelijk.nl. Daar maken wij als programma ook gebruik van. En alles wat we tegenkomen op de markt aan interessante informatie, maar ook vragen die gesteld worden. Want de vragen die jullie aan het begin hebben gesteld, dat zijn er wel een stuk of 60.
Die zullen misschien niet allemaal aan de orde komen vandaag. We gaan het wel proberen natuurlijk. Maar die kun je altijd nog opzoeken op de website digitoegankelijk.nl. En de kennisbank die binnenkort van start gaat. En daar kan je dus heel veel informatie weghalen. Mag die naar de volgende? Ja. Wat ik al zei, 2018, 2021, twee belangrijke mijlpalen qua data als het gaat om de verplichting om te voldoen. Dat heeft alweer bijna 2 jaar geleden geleid tot in eerste instantie de motie Bisschop. De Kamer, dat is een Kamerlid overigens, de Kamer heeft eigenlijk tegen de staatssecretaris gezegd, ja, het wordt zo langzamerhand wel tijd dat jullie iets gaan doen aan de versnelling van het toegankelijk maken van websites en apps. En dat heeft geleid tot de motie Bisschop. En de staatssecretaris heeft toegezegd daaraan te gaan werken. En nou, dat is eigenlijk ook de basis van het programma waar ik verantwoordelijk voor ben, maar daar kom ik zo op. De tweede is de motie Ceder. Dat gaat eigenlijk over die mobiele apps. Er is een onderzoek een tijdje geleden gedaan dat bijna geen enkele app voldoet. En nou, eigenlijk, dat is een beetje in het verlengde van de websites, heeft de staatssecretaris toegezegd ook met die apps aan de slag te gaan. Dat is overigens nog best een hele uitdaging. Want als je even het voorbeeld van een afvalapp neemt die door veel gemeentes gebruikt worden, dan praat je niet over 1 afvalapp, maar dan praat je over misschien wel 10 of 20 afvalapps en vaak ook nog met verschillende besturingssystemen. Dus er zit achter zo'n app best nog wel een hele wereld, maar wij zijn daar keihard mee aan het werk. En ja, we hopen daar toch ook aan een eind mee te gaan komen dit jaar. En als derde, en die is denk ik voor vandaag in het bijzonder van belang, dat is de motie Stroelenberg en De Kort. Die motie die gaat er eigenlijk over dat ook de Kamer weer gevraagd heeft dat in de inkoopvoorwaarden van de verschillende overheden, de Arbit en de Cobit en noem ze allemaal op, en de Arvodi, dat de eisen van digitale toegankelijkheid worden opgenomen bij het uitvragen van offertes. Nou, daar gaat André zo meteen er wat meer over vertellen, dus daar ga ik niet al te ver op in. Maar alles bij elkaar is dit de basis van het programma waar ik leiding aan geef, wat Digitoegankelijk Top heet. Dat staat voor Toezicht- en Ondersteuningsprogramma. Zou je naar de volgende slide willen gaan? Ja, we hebben hier even heel kort opgeschreven waar het programma voor staat. Nou, ik zei al top, dat staat voor ondersteuning, toezicht. Ondersteuning in de zin van dat we aan de voorkant proberen overheden met die kennisbank waar ik het net al over had, maar ook met advies. En dat kan gaan over hoe pak ik zoiets aan, hoe maak ik een projectplan. Maar het kan ook technisch advies zijn. En wat ik al zei, via de website is heel veel informatie op te halen. Trainingen en dergelijke. Proberen we enerzijds bewustwording te creëren, maar anderzijds overheden en mensen die binnen de overheid werken te helpen. Want vergis je niet, als je kijkt naar hoeveel mensen in de praktijk betrokken zijn bij websites en apps, dan is dat wel vaak bijna 50% van de organisatie. Mensen maken documenten, mensen die zetten via communicatie dingen op. Nou, het komt op allerlei plekken in de organisatie terug. Dus die kennis van wat het nou eigenlijk is, maar ook hoe je het gaat borgen, hè, want dat is natuurlijk minstens net zo belangrijk, want anders gaan we de water naar de zee dragen. Dat is heel belangrijk. Nou, we hebben in het kader daarvan een dashboard onlangs van start laten gaan. Ik vertelde er straks al iets over die e-lijst of die e-status websites. Dus gewoon plat gezegd de websites die nog niet geregistreerd zijn. Die hebben we zo goed mogelijk hebben we die allemaal in beeld gebracht. En overheden worden nu komende paar maanden benaderd met de vraag, is die website van jullie, zo ja, zou je die ook in het register willen opnemen? En dan daarin aangeven wanneer jullie die website op orde gaan maken. Dus dat is een heel belangrijk hulpmiddel. Enerzijds om zelf te weten waar ben ik van, wat moet ik doen. Maar anderzijds ook voor toezichthouders, denk aan raadsleden of aan statenleden. Om te kijken of er wel op de juiste manier aan gewerkt wordt aan die digitoegankelijkheid. En dan heb ik het nog niet eens over de doelgroep. Mensen met een beperking die dat daar ook kunnen zien. Nou, we hebben met het programma hebben we een soort prioriteitenlijst gemaakt.
En denk daarbij aan, hebben we bijvoorbeeld met IDERIN, dat is een koepelvereniging van verenigingen van mensen met een beperking, gevraagd van wat is voor jullie belangrijk. Nou, daar is een hele lijst uitgekomen. En die zijn we dus aan het afwerken, want ja, er zijn ongeveer 1350 overheden. En met nou ja, tussen de 10.000 en 16.000 websites die nog geregistreerd moeten worden. Dus dat is voor een team mensen bijna onmogelijk om dat allemaal te gaan behappen. Dus vandaar dat wij ook allerlei digitale middelen aanleveren. Een andere oplossing is dat wij met leveranciers, met name softwareleveranciers, in gesprek gaan. Want in de praktijk blijkt, en dat zie je bij gemeentes in het bijzonder, maar ook op andere plekken, dat softwareleveranciers het soms niet altijd mogelijk maken om digitaal toegankelijk te zijn. Dus door die softwareleveranciers aan te sporen hun zaakjes op orde te maken, gaat dat hopelijk ook veel beter lukken. En niet in de laatste plaats, de inkoopvoorwaarden, want daar zitten jullie denk ik hier vandaag voor bij elkaar, om het daar nog wat specifieker over te hebben. En ik denk dat dit mijn laatste slide is. En dan ga ik het stokje overgeven aan André. Ja, dankjewel Martin. Mooi. Nou, inkoopvoorwaarden. Ja, we hebben Piano, Arbit, Arfodi en Gibbit. Piano is de ondersteuning voor inkopers. Die is jullie allemaal al bekend, denk ik. Arbit is de rijksvoorwaarden, inkoop IT. Gibbit is de gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT. Zo hebben de corporaties ook de Gibbit omarmd en overgedaan. En Arfodi, dat zijn eigenlijk algemene inkoopvoorwaarden voor het Rijk, voor diensten, inkoop van diensten. Nou, hoe kun je die nou met elkaar vergelijken? Piano is een verbijzondering voor inkoop. Arfodi is dienstverlening en Arbit en Gibbit zitten dichter bij elkaar. Hoewel de Arbit wat globaler is. Daar zie je bijvoorbeeld dat de inkoop van specifieke digitale toegankelijkheid, dat bij Piano is belegd. En bij de Gibbit zie je dat we in artikel 6, en dan mag de volgende dia. De Gibbit heeft in artikel 6 in de voorwaarden gezegd dat de ICT-prestaties moeten voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Die kwaliteitsnormen die variëren van brede architectuur, interoperabiliteit, informatiebeveiliging, maar ook duurzame toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, en dat is waar dit webinar over gaat, maar ook over facturatie. En bij artikel 11 zien we dat de documentatie op orde moet zijn. Ik zoom op die twee even in. Als de Gibbit een kwaliteitsnorm vereist, dan is het wel belangrijk dat je je aanbestedingsdocumentatie aangeeft of je wil dat ook dat voor jouw gemeente wordt gevraagd. En dat zeg ik met die reden, omdat ik merk dat gemeenten onbewust onbekwaam zijn op dat punt. We kennen de Gibbit, we kennen ook de kwaliteitsnormen wel, maar het onbewust onbekwame zit in wij eisen alles. Terwijl je kunt voorstellen dat je een ICT-prestatie inkoopt waar helemaal geen gebruikersinterface bij zit, waar helemaal ook geen digitale toegankelijkheid aan de orde is. Of in het voorbeeld van archiveren, dat je helemaal niet wil dat gearchiveerd wordt of dat het gearchiveerd moet worden. Of dat je zegt, dat vindt op een andere plek, op een andere manier plaats. Gemeenten zijn eigenlijk helemaal niet bezig met dat gedifferentieerd uitvraag. Dus ik zou overheden en inkopers aanraden, leg ze een checklist er eens naast, dat je zegt van, moet ik dit nou hebben, ja of nee? En Martin gaf al aan, je hebt bijvoorbeeld 21.000 websites bij de overheid. Daarvan zijn er 4.000 dan inmiddels wat onder controle. Maar hij zegt ook, als je dat nou niet precies weet, welke websites het zijn, dan kan je natuurlijk op jacht gaan naar alle websites. Maar je kan ook zeggen, nou, welke zijn nou echt voor de inwoners en ondernemers, voor het publiek toegankelijk en bruikbaar? Tuurlijk gaat het ook over de websites met een webformulier. Bijvoorbeeld voor intern personeel. Maar als je prioriteiten moet stellen, dan gaat het natuurlijk om de massa eerst. Laaghangend fruit op de massa het eerst. En dan zou je voor zo'n applicatie zou je willen dat die voldoet. En dan is het een verplichte standaard. Eigenlijk is het overal een standaard voor. Maar je kunt daar natuurlijk in differentiëren. Je kunt ook zeggen, het is wel een standaard, maar ik heb het niet nodig. Nou, dat hebben we met een checklist hebben we dat opgelost. Dat je dat kunt differentiëren in de uitvraag. We willen eigenlijk, als je zegt dat de ICT-prestatie voldoet, kun je ook aangeven in die checklist of je wil dat je het gaat testen. Of dat je vertrouwt op een preventieve test van de leverancier.
Of dat je zegt, het is een standaard en voor mij is die test voldoende, maar ik ga het verder toch niet gebruiken. Of dat je zegt, nee, ik ga het tot achter de komma gebruiken. Dan ga ik het testen en dan wil ik het ook opgeleverd hebben. Nou, in de Gibbet is geregeld dat je eigenlijk die acceptatietest gewoon moet regelen. Tenzij je vertrouwt op een derde partij audit. Nou, die audit, daar komt Jolie straks op terug. Je kunt bureaus vragen om jouw website te auditen en die automatisch, als je gebruik maakt van software, standaard software, dan wordt die meegeaudit. Alleen het één kun je in die audit teruglezen als bijvoorbeeld content die je wel of niet toegankelijk hebt gemaakt. Dat is vaak aan de auteur en de zorgdrager die de publicatie doet. Maar er zitten ook technische vereisten in en daarvoor heb je dan de leverancier voor nodig. Nou, die vereisten die zitten in die WCAG. En in de softwarecatalogus kun je ook nagaan of die testrapporten er zijn. Een weerswaarschuwing. Er zitten nog niet veel testrapporten in de softwarecatalogus geüpload. En dat is die artikel 11. Daar staat in dat leveranciers dat daar kunnen uploaden. Onder webpublicatiecomponent. Maar als ze dat niet hebben gedaan, kunnen ze ook volstaan met een verklaring op hun eigen website. Maar het is dan wel belangrijk om even in die verklaring te kijken. Want ze kunnen op 12 punten goed scoren, maar op 3 punten niet. En die kunnen voor jou bijvoorbeeld van belang zijn. Die gemeente willen we dus echt bij de inkoop proberen aan te moedigen voor het gebruik van die checklist kwaliteitsnorm. En kijk dan even bij digitale toegankelijkheid in die checklist of je die eis wil hebben. Of dat je zegt, ik wil hem wel hebben, want ik wil de standaard uitvragen, maar ik ga hem verder niet testen. Of ik wil volstaan met een acceptatietest. Dus schrijf dat even aan. In de documentatie moet een leverancier ook aangeven welke functionele beschrijving het is, of die wel of niet ondersteunt dat het voldoet aan digitale toegankelijkheid, of het compliant is. En dan zegt hij echt, ik voldoe aan al die verplichtingen die erin staan, en of die ook een testrapport aanlevert. Nou, dat soort gegevens die zien we nog heel weinig geüpload in de softwarecatalogus. En daarbij kunnen jullie helpen. Jullie als inkopers kunnen bevorderen dat die uitgevraagd wordt en dat die ook in de softwarecatalogus wordt gepubliceerd. En als die daar niet in staat, dat je eigenlijk zegt, met zo'n leverancier ga ik niet in zee. Ik heb daar eigenlijk wel een vraag over in de chat. Wie van jullie heeft de afgelopen... Nee, doe de volgende dia eens maar even. Dan pakken we die daar. Waar willen we naartoe met de VNG? We willen rondom digitale toegankelijkheid dus naar een verbeterde documentatie in de softwarecatalogus of een verbeterde documentatie op de website. Maar we willen met de overheden samen willen we komen tot een leercirkel van gemeenten. Dat gemeenten die 2 jaar geleden iets hebben gekocht, met elkaar eens terugblikken van in hoeverre zat nou digitale toegankelijkheid goed in ons bestek, goed in ons programma pakket van eisen. In hoeverre hebben wij de acceptatie-eisen ook gecheckt? In hoeverre hebben wij in de softwarecatalogus ook gekeken of daar de documentatie door leverancier was opgewerkt of dat hij dat op zijn eigen website had gezet? In hoeverre hebben we nou gezien dat het wel was gecertificeerd, maar toch niet werkte? Hebben we daar per ongeluk niet meer werk voor betaald, terwijl dat eigenlijk niet hoefde, want hij zei al dat hij voldeed? Of we zijn op zoek naar gemeenten die de komende 2 jaar gaan kopen. Ik wil eerst maar eens even kijken met hand opsteken. Bij welke inkopers van jullie hebben de afgelopen 2 jaar een pakket gekocht waarvan je zegt, daar is de groei of een webpublicatiepakket waarin je zegt van, daar had ik deze eis moeten stellen of daar heb ik die eis gesteld en heb ik ook ervaring mee. Ik hoef alleen maar hand opsteken te doen, want ik kijk gewoon hoeveel handjes er komen. En dan zien we ook gelijk in hoeverre dat... Dus 1, ik zie er nu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, ik zou het heel mooi vinden als de ervaringen van jullie, als we die op een of andere manier, als we daar een nietje in zouden kunnen slaan. Saskia, je hebt de vraag gemist, zie ik. De vraag was, wie van jullie heeft de afgelopen 2 jaar een pakket gekocht waar je webpublicatie of WCAG had willen eisen of willen verplichten voor je leverancier? En vaak zeggen we dan, heb je een webcontent applicatie gekocht of heb je een belangrijke applicatie vervangen waar
die groei op zit. Inmiddels, de handjes worden ook weer weggehaald. Maar goed, 5, 6, 7, er waren er ongeveer 7. Nou, mijn stelling is, deze 7 hadden heel veel van elkaar kunnen leren, maar ze wisten van elkaar niet dat ze tegelijk met hetzelfde bezig waren. Ik zou op een of andere manier daar graag een nietje in slaan. Alle handjes weg als je wil, want dan gaan we een nieuwe vraag stellen. Alle handjes weg, ik zie er nog 2. 1. Alle handjes weg, kan dat? De laatste. Dankjewel, ja. Voor hetzelfde geld een telefoontje, ben je even met het anders bezig. Hè? Terug naar de nieuwe vraag. Wie gaat de komende 2 jaar iets kopen? Of zit bij de inkoop, bij de aanbesteding betrokken en moet wat? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nou, ik zou 16, kijk, 17, 18. Nou, hoe interessant zou het zijn, hè? Ik ga even verder met het verhaal. Ga vooral door met je handjes, hè? Haal ze nog niet weg. Maar we hebben dus 18 potentiële samenwerkende, misschien zitten er wat gemeenten of overheden die dubbel belegd zijn. Hè? Dus je bent met 3 collega's en je hebt alle 3 je hand opgestoken. Maar goed, laten we zeggen, 15 organisaties zijn de komende 2 jaar iets aan het kopen. En die zouden dus al heel veel kunnen hebben aan wat die 7 hebben geleerd. En wat daar heeft gewerkt en niet heeft gewerkt. Of welke aanvullende eisen je moet stellen. En er zijn er al 10, 12 die met elkaar zouden kunnen samenwerken op dit moment. En gewoon zeggen, we slaan de handen ineen en we gaan gezamenlijk werken aan het goed uitvragen van digitale toegankelijkheid in die applicaties die we op het oog hebben. Ik zou bijna zeggen, stuur een mailtje naar gribbit@vre.nl en dan gaan we die verbinding ook leggen met elkaar. Ik zie dat Martin nog een vraag stelt. Wie heeft een contract te lopen waar DT in staat, maar waarbij de leveranciers nog niet heeft geleverd? Ook een goede vraag. Alle handjes weg en dan gaan we nieuwe. Gaan we even deze vraag ook even pollen. Ik zie 3 handjes. 3 contracten lopen waar de uitvraag er wel in zat, maar waar het niet was geleverd. Die zijn natuurlijk helemaal interessant. Niet om die betreffende leverancier te nagelen, maar wel om van elkaar te leren van wat gebeurt er dan? Nou, dat zijn er 3, Martin, dus dat weten we dan. Het zou ook via de chat beantwoord kunnen worden, want dan kan Martin jullie eventueel benaderen. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik verwacht 50% van de handjes. Kortom, er is iemand onder ons die zegt, nou, het zal in de meeste gevallen wel vaag zijn, maar het is nog lang niet geleverd. En dat zou ook heel goed kunnen. Dan pak ik die even samen met een soort onderhoudsgarantie die je eigenlijk mag verwachten. Je hebt contracten van voor Gribbit. Dat zijn contracten voor pak een beetje 2017, 2016. In 2017 is de Gribbit begonnen. De kwaliteitsnormen zijn medio 2017 gepubliceerd. Eigenlijk vanaf dat moment zit het erin. Maar er zijn nog 70% contracten die niet onder Gribbit zijn afgesloten. En die zijn ouder. Daarvan kun je nog niet zoveel zeggen. Maar de contracten die onder Gribbit 2016 zitten, of jonger, 2020 en binnenkort 2023, die hebben allemaal die verplichting al staan. En daarvan, Marina, dat mailadres zou ik even erin zetten. Van die partijen waar je dus al eerder hebt afgesloten, maar eigenlijk niet expliciet hebt gemaakt dat je het wilde in je pakket van eisen, kun je wel zeggen via de Gribbit-voorwaarden, artikel 6, heb ik het eigenlijk toch gevraagd aan je. Dus ik verwacht dat het erin zit. Nou, we kennen leveranciers die best hebben gevraagd om uitstel, toen dat eenmaal september 2021 al dichterbij kwam. Maar daarvan hebben we gezegd, nou, dat is niet de bedoeling. Want er geldt een algemene zin. Gelden er 2 criteria waarop je mag verwachten dat erin zit. Het ene criterium is, wij hebben deze eis al een tijdje in het vooruitzicht. Nou, digitale toegankelijkheid, maar überhaupt toegankelijkheid is al vanaf de jaren 70 aan de gang. Mensen met een handicap moeten er aan de samenleving mee kunnen doen. Vanaf 2004 is het al aan de gang in de ICT. Dat wil zeggen, we krijgen steeds meer dienstverlening via het schermpje. En allerlei voorlopers zijn er al waarop leveranciers een decennium lang hebben kunnen zien aankomen dat hier wat moest gebeuren. Het verweer van leveranciers is vaak, het wordt me niet gevraagd. Nou, vanaf
Gibbe 2016 kan je zeggen, we hebben het er niet over wat, maar het is wel gevraagd. Want het zit in de verplichtingen naar artikel 6 vanaf 2016. Of een ander artikelnummer, maar het gaat erom dat wij de verplichting stellen dat het moet worden voldaan aan de kwaliteitsnormen. Daar waren toen nog andere normen. Dat geldt, dat is natuurlijk wel zo, maar het zou wel al beter moeten voldoen dan niks. Vervolgens zeg je, de impact moet laag zijn. Nou, dat is een discussiepunt. En daar wil ik eigenlijk graag met de gemeenten die daar wat ervaring mee hebben. Hè, dus die 2 jaar geleden hebben aangeschaft en misschien zelfs al in dispuut zijn met leveranciers. Ik ga mee in contact komen om te kijken van is de impact nou hoog of laag? De impact in de gemeente is volgens mij groter dan voor een leverancier. Want voor een leverancier is het een aantal dingen in je groei aanpassen. Dat is doenlijk. Dus ik heb de veronderstelling dat het laag is. Zeker omdat het al zo lang loopt. Maar het kan best zijn dat jullie leveranciers tegenkomen die zeggen de impact is hoog. Als de impact hoog is, dan mogen ze daar een optie bij het pakket stoppen. En zeggen van ja, dat kan je niet vanzelfsprekend uit het onderhoudsbudget verwachten. Als het laag is, en daar ga ik eigenlijk voor het gemak even vanuit, de impact laag is, dan zou je het gratis mogen verwachten. En dan zou het geen optie mogen zijn en dan hoef je er ook niet extra voor te betalen. Nou, dat hele dispuut moeten we nog eens een beetje vormgeven. Ik zie de vraag van Anna komen, hè. Het verbaast haar dat de presentatie met name gericht voor overheden ook door leveranciers wordt deelgenomen. Ik snap dat dat in de vertrouwelijkheid, in de chat en in de beantwoording een rol kan spelen. Dus ga zo ver als je durft daarin. Maar wij zijn bij Markt en Overheid, bij VEG, zijn wij gewoon voor open vizier. Dus wij hebben een dergelijk webinar ook gedaan met leveranciers. En we hebben een dergelijk webinar nu met inkopers van gemeenten. En we hebben in het forum hebben allerlei mogelijkheden om als gemeente dingen met elkaar te wisselen. En hier gaat het eigenlijk toch over tel en cel en over veronderstellingen die je met elkaar deelt. Mijn veronderstelling is dus, het is al lang bekend dat we met digitale toegankelijkheid iets moeten. Ook in alle groeien die we hanteren. De Europese wetgeving komt niet uit de lucht vallen. De besluit tijdelijk besluit toegankelijk. Het ook niet. Dus we hebben hem al lang zien aankomen. En ik veronderstel de impact is laag. En als leveranciers die hier tussen zitten daar problemen mee hebben, meld je gerust bij mij. Want ik ben benieuwd naar casuïstiek daarop. Is het nou klein of is het groot? En ik kan me voorstellen als je een leverancier bent en je hebt 200 pakketten en die komen uit 85 voorheen ondernemingen, dat het niet zo makkelijk is om jouw groei aan te passen. Aan de andere kant hadden we dat dan wel mogen kunnen weten. Kunnen doen. En als de impact werkelijk hoog is, dan kunnen we ook kijken hoe hoog is die dan en hoe erg is het dan. Nou, we moeten daar zien met elkaar uit te komen. En dan is het wel weer fijn dat we ook met leveranciers in gesprek voeren. En dat hebben we ook gedaan in de vorige webinar met leveranciers. Alleen leveranciers gaan zich natuurlijk niet melden op dit front. Want op het moment dat je je meldt, kom je ook wel heel erg in de schijnwerpers te staan. En dat onderzoek of het hoog of lage impact heeft. Ja, ik denk dat we daar nog doorheen moeten ploegen met elkaar. En daarvoor ben je gewoon op zoek naar casuïstiek. Mag ik jou vragen? Ja, ga je gang. Wat waren dan wel de inzichten die uit dat overleg kwamen met de leveranciers? Hoe kijken zij dan naar deze noodzakelijke verandering op termijn, als het alleen maar vanuit de wet bezien? Zij zijn over het algemeen blij met de presentatie die we doen, met de kennis die we daarover geven. Enkele van hen hebben die auditrapporten ook gedaan, hebben daar ook best moeite mee, want sommige auditrapporten waren niet zo best. En een heleboel leveranciers hebben het eigenlijk nog maar net op een netvlies. Dus die zitten er nog redelijk vers in en die denken, oeh, moet dit ook? Oh, die is wel groot. Oh, ik had niet gedacht dat daar voor mij zoveel impact aan zat. Dus die zijn nu wel bezig met impactanalyses van wat betekent dit door mijn hele productportfolio heen. En daaruit moet ook iets komen van, is die impact nou laag, midden of hoog? En als zij natuurlijk vanuit de verdienmodellen werken, dan zullen ze altijd op hoog mikken. Maar de vraag is dus ook of wij met digitaal toegankelijke top samen, maar ook met jullie bijdrage als inkopers en ervaringen, er ook uit kunnen komen of het werkelijk laag kan zijn. Dat die lang bekend is, dat is duidelijk. Maar dat die
En leveranciers geven duidelijk aan, maar volgens mij staat die gepubliceerd. Jolies kan misschien de URL even aangeven waar we de Menti plus de presentatie met de leveranciers hebben gedeeld. Die staat ook op de projectpagina volgens mij van DigiToegankelijk bij de VNG. Maar anders stuur hem even na. In overwegend was het voor hen toch dat gemeenten er te weinig om vragen. Nou, dat horen we natuurlijk heel vaak. En daarvan is de vraag, klopt dat wel? Of worden wij met elkaar het bos ingestuurd, want niemand vraagt het? Terwijl jullie allemaal, zoals je hier zit, misschien 18 gemeenten zijn die hier de vingers opsteken. Ik heb het wel degelijk gevraagd. Alleen ik heb geen goed antwoord gehad. Nou, is dat een beetje antwoord op je vraag? Ja, geeft wel wat inzicht. Dankjewel. Oké, nou dan ten aanzien van de aanbestedingsprocedure. Hier staan twee plaatjes naar. Strategische processen en ondersteunende processen. Deze komen van Piano. Je zou eigenlijk veel meer dialoog met de leveranciers moeten zoeken. Dus niet wij van de VNG of DigiToegankelijk Top zouden de discussie met de leveranciers moeten hebben. Want wij zijn helemaal geen contractpartij. Nee, gemeenten of overheden, die zijn contractpartijen met de leverancier. Die moeten die vraag stellen. En die moeten op een gegeven moment allerlei ervaring hebben. Alleen we merken eigenlijk dat wij hem als eerste aanprikken. Ja, dat is een beetje gek, want jullie kopen al jaren in. En jullie hebben blijkbaar de vraag maar gesteld. Of niet beantwoord gekregen, of iets ertussenin. Of wel, waar we daarin kunnen versterken is de samenwerking met elkaar zoeken. En dan ben ik wel hoopvol over 7 die het al hebben gedaan en 18 die het nog te gaan hebben, dat daar lerend inkopen van de grond komt. En deze plaatjes, vooral strategische processen rondom inkopen, die gaan er eigenlijk veel meer over dat er, wij horen van inkopend gemeente, wij zitten eigenlijk niet of net aan in de top 10 van inkopen. ICT, hè? Dus de inkopers bij gemeenten hebben niet vooral ICT op het netvlies. Dat is net aan top 10. Dus het aantal keren dat voorkomt is niet dagelijks. Dat verschilt natuurlijk per gemeente. En wat we ook zien is dat dit soort vragen daarmee in de diepte niet doorkomen. Maar dat er ook geen contract- en leveranciersmanagers achter zitten. He, dus er zijn bij wijze van spreken te weinig gemeenten die op ICT architecten hebben. Er zijn te weinig gemeenten die inkoopcapaciteit goed al in kunnen zetten. En er zijn al nog minder gemeenten die contract- en leveranciersmanagement in kunnen zetten. En die dus ook in de garantiebepalingen, bijvoorbeeld GIP 2016, kunnen zeggen, ja, we hebben er gewoon recht op, we hebben het geëist. En je mag het leveren en het is gratis, want het hoort gewoon in de onderhoud. Als je vanaf 2017 een pakket in huis hebt, heb je al 5 jaar lang 20% onderhoud betaald. Eigenlijk, tussen ons gezegd, als je 20% onderhoud per jaar betaalt, heb je het pakket al 2 keer betaald. Nou, dan had het langzamerhand al niet mogen zitten. En dan heb je nog de discussie, heb je het al eerder geweten? Ja, want in 2004 speelde het al. En dan heb je ook nog de discussie, is de impact hoog of laag? Nou, moet je dan even doorheen. En daar doe ik een uitspraak over. Ik vind hem laag, ik zet hem gewoon laag in. Maar totdat het tegendeel bewezen wordt. En daar moeten leveranciers dan mee komen. Voor zover denk ik mijn dia. Zat er nog Menti's in, Jolies? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat had alleen de vragen die we nog hadden naar aanleiding van jouw presentatie. Die mag je zelf ook even begeleiden als je wil. Ja, prima. Wie is daar eindverantwoordelijk voor digitale toegankelijkheid? En daarbij kun je kiezen voor functie X, Y, Z of is nog niet bepaald. En wij zeggen dan nog niet bepaald, maar het kan ook, hier staat niet bepaald. Maar wij hopen dan nog niet bepaald, want er zou een ambitie moeten zijn om daar toch eens iemand voor aan te wijzen. Is dit zoals het is, of is dit zoals je denkt dat het zou moeten zijn? Nee, is. Dit gaat over de IST. Dus als je hem nog niet hebt, dan is het gewoon nog niet, hè, dat kan. Maar als je al een eindverantwoordelijke hebt, dan is het goed. En als je anders doet, dan willen we in de chat graag horen anders wie dat dan is. We hebben nu 28 reacties, zie ik dat goed? Nou, 72, we gaan even door tot 35. Kom op jongens, nog 5. Was het maar zo duidelijk belegd? Ja, gemeentebestuur, ja. Ja, daar ligt alles. Eigenlijk komt het neer op niet, hè. Ik bedoel, je zal daar toch capaciteit aan moeten besteden. Denk ik. Oké, 32. Nou, misschien moeten we het hier maar laten, Jolies, want we hebben nog een kwartiertje.
34, nou. Ja, dat is helemaal goed. Je ziet vooral, ja. Wat was hier de vraag? Oh. Of jij als inkoper met leveranciers het gesprek voert over digitale toegankelijkheid. Okay. Voer je het gesprek of voer je het gesprek niet? Voert iemand anders het gesprek of weet je niet wie de gesprekken voert met die leveranciers over die digitale toegankelijkheid? Ik kreeg net ook iemand in de chat die zei... bij leveranciers die digitale toegankelijkheid lastig vinden, hoor ik vaak dat ik de eerste ben die er om vraagt. Ja, die horen we heel vaak inderdaad. Ja, dat kan zijn. Maar dat is wel fijn dat een gemeente, als een overheid dat zegt, dan bevestigt dat het verhaal van de leverancier is, want daar heb ik wel eens over getwijfeld. Ja. In het kader van verdeel en eerst, hoor ik dan wel eens een leverancier zeggen, je bent de eerste die het vraagt. Denk, nou, dat kan toch bijna niet. Nee. Maar dat schijnt dan toch zo te zijn, ook bij die gemeente. Nou ja, dat geven ze als antwoord ook aan de gemeente inderdaad, ja. Ja, nee, maar dat goed, is de conclusie. Ja, maar dat kan je, als je dat 30 keer zegt, klopt het niet meer helemaal. Hè? Nee. Precies. Maar dat weten wij van elkaar niet. En daarom vind ik het zo leuk om dat lerend inkopen op te zetten. En daar wat energie in te stoppen. Nou, hier hebben we 30 antwoorden. Wat overwegend is, nee, dat doet iemand anders. Ja, dat ben ik. Nee, ik weet het niet. Nee, die worden niet gevoerd. Dat is redelijk stellig 3. En dat zegt dan weer, zie je wel, die leveranciers worden wel het gesprek gevoerd over digitale toegankelijkheid. Want wij zitten hier met 30 mensen en 10% zeg maar, dat weet zeker dat het gesprek niet gevoerd wordt. Nou, dat is toch interessant. Als je 341 gemeenten hebt, dan zit het toch iets genuanceerder in elkaar. Goed. Yes, we gaan naar de volgende. Is digitoegankelijkheid standaard opgenomen in de inkoopvoorwaarden? Kan dan inderdaad de Gippert zijn of andere inkoopvoorwaarden? Nou, ik vind ja als winnaar toch wel een winkend perspectief. Ja. Dat betekent in ieder geval dat we aan de inkoopkant het geregeld hebben. Let wel, je hebt er mogelijk ook al recht op in je bestaande pakket als je vanaf 2016 Gibit hanteerde. En deel dan gerust je ervaringen met ons. Dankjewel. Mogen we naar de volgende? We hebben nog 10 minuutjes. Ik weet niet of ik het allemaal... rond kan breien. Misschien ga ik gewoon wat sneller praten. Oh, we hebben nog een vraag. Ja, heeft, want daar had André het net over een onderhoudsplicht. Hebben de leveranciers een onderhoudsplicht? Want dan zit je dus minder met het betalen van de meerkosten. Als er achteraf dingen gerepareerd moeten worden om het toch nog digitoegankelijk te gaan maken. Nou, ook hier gelukkig meer ja dan nee. Ja, iedereen antwoordt ook wat sneller, heb ik het idee. Omdat we zo tegen de tijd aan zitten. Okay. Nou, neem jij het maar over, Jolies. Dankjewel, André. Ja, gaan we door. Volgens mij moet ik dan gelijk het woord mijn collega geven. Ja, precies. Dit gaat over in de praktijk horizontale verantwoording. Hoe dat binnen de gemeente is geregeld. En geef ik het woord aan mijn collega Youssef Youssoufi. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Mijn naam is Youssef Youssoufi, bestuurlijk ambassadeur digitale toegankelijkheid door de VNG. Nou, vanuit deze rol heel wat gesprekken gevoerd al met burgemeesters en wethouders. Zo'n 150 gesprekken met burgemeesters en wethouders. En daarnaast nog zo'n 90 gesprekken met de bestuurders van gemeenschappelijke regelingen. Want het raakt natuurlijk ook de gemeenschappelijke regelingen. Zoals de veiligheidsregio's, GGD's en omgevingsdiensten. En nog heel veel meer organisaties. Nadat we een tijdje gesprek hadden gevoerd met de burgemeesters en wethouders. Hadden ze gevraagd van hey, ik wil ook eigenlijk weten van wat moet ik precies doen. En wat is de rol van de gemeenteraad hierin. We hebben toen als VNG hebben ook een handreiking opgesteld in overleg met een aantal andere organisaties, waaronder Binnenlandse Zaken. En in deze handreiking, wat ook op onze website staat, is eigenlijk het verhaal wat ik nu heel kort zal vertellen, is ook uitgebreid beschreven.
Het kwam ook eerder ter sprake in de presentatie van Martin. Als de gemeente hiermee aan de slag gaat, en gemeente is ook tevens gemeenschappelijke regeling, dan zullen ze in eerste instantie met een groepje, ambtelijk niveau, inventariseren van welke websites heb ik, welke mobiele apps heb ik, welke subsites heb ik, maar ook welke intranet heb ik. Vervolgens is het de bedoeling dat ze een onderzoek laten uitvoeren door een van de onderzoeksbureaus naar de toegankelijkheid van de website, subsite, mobiele app. Dan komen wat maatregelen naar voren. Die ga je doorvoeren en dan ga je je verklaring publiceren. Het is wel een continu verbeterproces. Dat betekent niet dat je in één keer klaar bent. Dit moet echt steeds herhaald worden. En ons advies is ook om dat minimaal één keer per jaar te doen. Dus om continu bezig te zijn om ook die website, subsites enzovoorts continu te verbeteren. Stap 5, 6 en 7. Stap 5 is vooral, dus op het moment dat je je verantwoordingsverslag hebt gepubliceerd, is het ook de bedoeling dat je een verantwoordingsverslag opstelt. En ons advies vanuit de VNG richting de bestuurder, dus in het gesprek met de bestuurder komt dit steeds ook ter sprake, is om dat verantwoordingsverslag ook minimaal één keer per jaar met de gemeenteraad af te stemmen. Want dat verantwoordingsverslag, heel kort en bondig gezegd, dat is een verslag waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over de uitvoering van het besluit digitale toegankelijkheid. Dus waar staan we nu als organisatie qua bewustwording, draagvlak, maar ook qua toegankelijkheidsverklaringen? Wat is onze ambitie? Voldoen we aan wetgeving? En waar willen we uiteindelijk zijn? Waar willen we in 2023 zijn, 2024, 2025? Dat komt in het verantwoordingsverslag te staan. Dat moet door het college vastgesteld worden en met de gemeenteraad gedeeld worden. Dat is punt 6. En wat ik ook altijd in het gesprek met de burgemeester en wethouders benoem, en ook met de bestuurders vanuit gemeenschappelijke regelingen, is dat er ook op een bepaald moment een toezichthouder komt. En Martin noemde het ook al, daar wordt op dit moment ook over nagedacht. En de organisaties die in het bijzonder heel veel ondersteund zijn, zowel vanuit de VNG als ook vanuit, vanuit Digitop, vanuit de ICTU, en toch niet in beweging komen, ja, dan zal op een bepaald moment ook natuurlijk door de toezichthouder opgetreden worden. En daar zal de komende tijd ook wat meer informatie over komen. Dus met dit verhaal wil ik ook richting jullie vooral aangeven van het college, de betreffende portefeuillehouder, dat kan een burgemeester zijn, dat kan een wethouder zijn, heeft een hele belangrijke rol in dit kader. Maar ook die gemeenteraad, want die gemeenteraad moet uiteindelijk voor dit onderwerp ook budget vrijmaken. Sommige gemeenten hebben hier nog geen budget voor gereserveerd. En die burgemeester, wethouder, dat is een soort ambassadeur, interne ambassadeur binnen de organisatie, die ook naast alle andere vraagstukken die spelen, ook digitale toegankelijkheid echt naar voren kan brengen, ook richting de raad als een heel belangrijk onderwerp, omdat het gemiddeld gezien zo'n 25% van de inwoners ook echt raakt. Dat is wat ik even in het kort even wilde inbrengen, Jonies. Dankjewel, Youssef. Martin, naar de volgende. Hier ga ik heel kort over zijn. De digitoegankelijke top heeft een hele mooie digitale folder, waarin staat van goh, welke onderdelen of welke afdelingen, welke mensen binnen een organisatie hebben nou eigenlijk belang bij op het moment dat je digitaal inkoopt. Natuurlijk de inwoners van Nederland, hè, die de apparaten en de websites en de apps gaan gebruiken, maar ook binnen de organisatie zijn heel veel collega's er blij mee als er digitaal toegankelijk in wordt gekocht, omdat het eigenlijk door de hele organisatie heen loopt. En dan, ja, dan kun je aan al deze afdelingen, al deze functies denken. En ook vaak worden er toch bij het inkoopproces mensen van de verschillende afdelingen die hiermee te maken krijgen, ook betrokken bij het inkoopproces. En zijn ze dus ook heel blij als het wel meegenomen is in het inkoopproces. Je kunt ook gelijk heel veel mensen blij maken. Maar ik ga toch even, daar is dus een linkje van in de handige links, waar heel veel over staat wat al deze afdelingen en mensen doen met digitale toegankelijkheid en waarom het belangrijk is om rekening mee te houden in je inkoopproces. Dus dat kunnen jullie later nog bekijken. Is vanaf de inkoop tot het borgen van digitale toegankelijkheid in relevante processen opgenomen?
Ja, is vanaf inkoop het borgen van digitale toegankelijkheid in relevante processen opgenomen. Dus die afdelingen en functies die je net zag, loopt dat? Is dat in een proces opgenomen? Moet daar nog een proces voor bedacht worden? Moet het proces aangepast worden misschien? Maar de vraag is dat nu al gedaan of niet? Is onbekend? Ja, dat snap ik ook wel weer. Nee voor 8 en ja voor 3. Dat is een beetje weinig. Ja, maar dat kan ook zijn dat al die 15 onbekenden misschien stiekem toch een ja zijn. Dan valt het allemaal weer mee. We gaan door naar de volgende. Deze vond ik wel even belangrijk, ook omdat er in het begin werd aangegeven, goh, ik wil wat meer weten over de inkoop van auditpartijen. Je ziet hier van links naar rechts in de bolletjes een proces van een onderzoeksbureau. Die zegt, wij beginnen altijd met een inspectie. Dan ontvang je dus een auditrapport. Dan gaan ze met je in gesprek over dat auditrapport. He, dan kun je ook de maatregelen bespreken. Wat zijn de punten die nog openstaan, waar nog iets aan moet gebeuren. Dan gaat iemand aan de slag of iemand die over de content gaat. Misschien dat daar nog punten uit zijn gekomen. Of het kan de leverancier zijn, omdat het over technische punten gaat. Vervolgens ben je klaar, ga je hertesten en als het goed is, heb je dan een rapport waarbij alle richtlijnen van de WCAG voldoen. Nou, de tips bij het inkopen is dat je, of bij het uitvoeren, is dat je het wil voorkomen dat je het dubbel gaat toetsen. Vaak is er al een technisch auditrapport beschikbaar en dan gaat het met name om leveranciers die software leveren die voor alle afnemers of een heel groot gedeelte gelijk is. Dus dat hoef je dan eigenlijk maar één keer te toetsen. Dus dat hoef je niet als allerlei verschillende overheden of gemeenten ook nog het technische deel te toetsen. Dus je wil graag weten of er al een technisch auditrapport beschikbaar is die je kan herbruiken. Dan hoef je eigenlijk alleen nog maar voor dat pakket te kijken naar de content. Dus dat scheelt in je kosten aan de auditpartijen. Wat ook handig is om een pre-onderzoek in te kopen. Wat je zag, omdat we natuurlijk aan het leren zijn met z'n allen, is dat er mensen aan de slag gaan. Er wordt een eindtoets gedaan. En dan blijkt dus dat er eigenlijk van alles nog mis is. En dan moet je eigenlijk weer helemaal overnieuw beginnen. Dus en met de techniek en met de content. Terwijl als jij van tevoren een onderzoek aanvraagt, dan kan zo'n onderzoekspartij zeggen, hey, dit zijn de dingen die er misgaan, daar moet je aan gaan werken. Dus dan kun je heel gericht naar die WCAG-richtlijnen toewerken. Dan weet je precies wat je moet doen. Dan weet de leverancier wat hij moet doen. Dan weet je als organisatie wat je moet doen. En dan is de kans ook groter dat je dat proces met die groene bolletjes maar één keer hoeft te doen. Want je weet wat je moet doen. Je gaat nog een keer testen. En dan, dan heb je dus een A-status te pakken als het goed is. Nou, ook tussentijds een check doen. Het zijn ook dingen die je af kan spreken met een onderzoeksbureau. Dan weet je of het goed gaat en of je op de juiste weg bent. En schakel tijdig een onderzoeksbureau in. Omdat de capaciteit van de onderzoeksbureaus heel erg beperkt is. Net zoals in de rest van Nederland, denk ik. Wat ook nog een tip is goedkoop is duurkoop. Het is net als met de PGB-bureautjes die op een gegeven moment uit het niets allemaal uit de grond werden gestampt. Dat zien we nu ook een klein beetje als het gaat over onderzoeksbureaus. Als het heel goedkoop wordt aangeboden, dan is de kans ook heel groot dat het uiteindelijk duurder is, omdat het misschien niet goed is of nog een keer moet of dat soort zaken. Dus let goed op wat je inkoopt en koop dan inderdaad ook gekwalificeerde en gecertificeerde organisaties in, waarvan ook de onderzoekers, dus de auditors, ook gekwalificeerd zijn. Dus vraag dat gewoon na bij een auditbureau. Wat fijn dat er nog zoveel mensen zijn trouwens. Naar de volgende sheet. Is er al een overeenkomst met een of meerdere onderzoeksbureaus, dus die alle of een deel van de websites of mobiele apps voor jullie vooraf, tussentijds en aan het einde van alle aanpassingen controleert? Nog niet. Er
Er zijn gemeenten die wel 700 websites hebben die allemaal getoetst moeten worden. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere organisaties die misschien maar 5 of 6 websites hebben. Dan zou je ze misschien nog 1 voor 1 kunnen inkopen. Maar over het algemeen gaat het om heel veel websites. Dank jullie wel. Volgende, alsjeblieft. Laura, lukt het? Ja, dank je. The best practice. Ja, daar haken steeds meer mensen af. Dat begrijp ik heel goed. De gemeente Tilburg kan zelf helaas niet aanwezig zijn. Maar ik ben bij een van hun presentaties geweest. Waar zij hun inkoopzaak toch wel redelijk goed op orde had. Dus ik heb ze gevraagd om mij wat informatie aan te leveren. Van, goh, kun je nou tips aanleveren over jullie best practice? Wat zij vertelde was dat Tilburg al voldoet. Aan de WCAG, of nou ja, de richtlijnen die er waren op dat moment sinds 2014. En zij hebben een multi-oplossing ingericht, waarbij ze dus een oplossing hebben ingekocht, een soort standaard website die ze continu kunnen kopiëren. Die is al digitoegankelijk goed getest, maar die kunnen ze eigenlijk voor elke nieuwe website die ze maken gebruiken. Dus dan gebruik je eigenlijk al automatisch digitoegankelijke websites en is het alleen nog maar een kwestie dat je de content goed erop zet, zodat het ook digitoegankelijk blijft. En dat vond ik echt een hele goede oplossing. Er zijn WebExpress digitale toegankelijkheid en ook een accessibility officer. Ik zag in de chat al dat bij iemand daar ook de verantwoordelijke voor de digitoegankelijkheid is. Dat is bij de gemeente Tilburg inderdaad ook het geval. En zij hebben afspraken met het onderzoeksbureau Cardan. En die traint intern mensen tot WCAG-specialist, zodat ze goed mee kunnen kijken, goed kunnen monitoren, dat het echt geborgd is, dat het niet alleen dat je een auditrapport hebt en dat je je status kan aanpassen in de verklaring. Maar dat het ook echt digitoegankelijk blijft in de tussentijd. Dat het weer opnieuw getoetst moet worden. Het inkoopproces, ze gebruiken standaard de Gibbit. En wat ze ook doen is het als aparte eis nog extra meenemen op het inkoopvoorblad. Dus dat het extra benadrukt wordt. Dan kan de leverancier er ook echt niet onderuit. En door de hele organisatie heen is de ambitie een inclusieve stap te zijn. Nou, er zijn ook wat punten die verbeterd moeten worden. En dat hebben ze voor volgend jaar op de agenda staan. Mag ik de volgende slide? Ze hebben op een gegeven moment een product ingekocht, Fixie. En dat hebben ze ingekocht op basis van door een zelf opgestelde WCAG-EM-rapportage. Maar dat is natuurlijk, wij van WC Eend, soort verhaal. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want achteraf bleek het ook helemaal niet goed op orde te zijn. En iemand met een screenreader kon bijvoorbeeld de applicatie niet gebruiken. En daar hebben ze echt wel goed van geleerd dat ze dat dus niet weer doen. En wat ze ook willen is voorbij het inkoopproces strakker sturen op de implementatie, de doorontwikkeling. Maar het inderdaad ook embedden in alle processen binnen de organisatie, bij de mensen die daar iets mee, in de afdeling die daar iets mee te maken hebben. En wat ze ook doen is verder investeren in de technische kennis van de WCAG. Dus niet alleen de contentkennis, maar ook de technische kennis daarvan. Ze gaan nog alle PDF's vervangen door alternatieven, want PDF's zijn natuurlijk ook lang niet altijd digitoegankelijk. Daar zijn vaak heel veel problemen mee. Daar zijn alternatieven voor. Daar zijn ze nu mee aan de slag. En ze gaan aan de slag met het horizontale verantwoording richting de gemeenteraad, wat Yusuf net vertelde, die cyclus, hoe dat werkt. Ook omdat dat dus middelen kan opleveren om beter door te pakken. Dan hebben we nog 1 slide en dan geef ik het woord even terug weer aan Martin van Digitoegankelijk Top. Ja, dankjewel. Even om geen misverstanden te hebben. Ik reageerde er straks op de vraag waarom leveranciers waren uitgenodigd. Niet op de vraag van André, maar ik onderstreepte wat André zei. Want die zat net te vertellen dat we transparant zijn en ik reageerde daarop met de opmerking dat zijn wij ook.
Maar het leek net alsof ik me ook afvroeg waarom er leveranciers bij zijn. Dus dat even gezegd hebbende. Volgens mij heb ik eigenlijk de belangrijkste dingen over het dashboard al verteld. Je kunt het, hier staat er precies waar je het kan vinden. Dus ik zou zeggen, kijk daar eens op je gemak naar. Ik wilde heel graag nog een opmerking maken over de toezichthouder. Maar Yusuf heeft mij daarin al gered. Want ik was dat vergeten in mijn praatje dat we ook nog met een toezichthouder bezig zijn. Dus daar ga ik ook niets meer over zeggen. En met betrekking tot mijn vraag, welke contracten er al met een digitale toegankelijkheidseis er lopen, is ook bedoeld om de druk op de leveranciers, op de softwareleveranciers te kunnen gaan opvoeren. Want we hebben plat gezegd vanuit de overheid, omdat we natuurlijk ook geen contractspartij zijn, weinig middelen om die leveranciers te dwingen. Maar door krachten te bundelen en bijvoorbeeld met een gemeente of een andere overheid die verplichting wel heeft, te gaan kijken in hoeverre we het zo nodig, hè, want dat is niet de eerste keus, maar zo nodig ook juridisch te kunnen afdwingen, zetten we daarmee toch ook wel wat druk op de softwareleveranciermarkt. En dat wou ik nog graag even toevoegen en ook de oproep om je vooral te melden als je zo'n contract hebt, want dat gaat ons erg helpen in de gesprekken met. Dankjewel, Martin. Ik heb volgens mij nog twee vragen die ik wel heel graag beantwoord zie. Want het gaat ook een beetje over hoe gaan we nu verder. Onze vraag was of je misschien zou willen bijdragen aan een netwerk van inkopers die van digitale toegankelijkheid werk of meer werk willen maken. Willen we graag weten of daar animo voor is. Dus zou je willen bijdragen aan een netwerk van inkopers, overheidsbreed. Misschien 5 ja. Nou, van de mensen die hierop met ja antwoord geven, die kunnen ons benaderen. Er staan verschillende contactpersonen en e-mailadressen vermeld aan het einde van de presentatie. Neem gerust contact met ons op. Dan gaan we kijken hoe we dat vorm kunnen gaan geven. Goede opmerking onder de voorwaarde dat het geen inkoopfeestje wordt, als je begrijpt wat ik bedoel. De volgende, dat is de laatste. Deze bijeenkomst heb ik als nuttig ervaren. Zijn we toch wel erg benieuwd naar. En of er eventueel jullie aanwezig zijn bij een volgende sessie. Hierna komt trouwens nog de laatste vraag. Deze bijeenkomst heb ik als nuttig ervaren. Het is een 3,8. Bij de volgende sessie ben ik van de partij. 3,6, iets minder. Oké. Blijft wel een beetje zo, denk ik. En de allerlaatste vraag, want stel dat er een vervolgsessie is, wat zouden jullie dan graag aan bod zien komen? We hebben nu een aantal onderwerpen op de agenda gezet waarvan wij dachten dat jullie dat interessant zouden vinden, waarmee we tips en trucs konden aanreiken en waarmee wij dus ook zelf wat informatie konden ophalen uit de wereld van inkopers. Maar we willen graag weten van, goh, als we een volgende sessie organiseren, wat zou er dan aan bod moeten komen? Moeten we bijvoorbeeld meer ingaan op de inhoud of op specifieke onderwerpen? Bijvoorbeeld meer over het digitoegankelijk dashboard, meer over auditrapporten, meer over de gesprekken met leveranciers bijvoorbeeld, of juist over de voorwaarden. Lessons learned, dus een beetje meer zoals van de gemeente Tilburg, van goh, waar liepen we tegenaan, wat gaat er mis, hoe kunnen we dat verbeteren? Concrete kleine stappen bij de bestaande contracten. Ja, dat is inderdaad ook wel interessant. Waar let een toezichthouder op? Nou, daar kan Martin denk ik een heleboel dan over vertellen, want die is dat aan het inrichten, ervaringen uitwisselen. Ja, dat we wat meer een open bijeenkomst is, dat mensen misschien met elkaar in gesprek kunnen. Tips over gesprekken, ik kan het niet overzien. Voorwaarden, leveranciers, concrete eisen. Wat vraag je uit? Ja, hoe krijgen we meer grip? Onderhands en enkelvoudige aanbestedingen, ook een hele goeie.
realistische tijdlijn, audits en gesprekken met leveranciers. Ja, nou prima, dat kan geregeld worden. Heel fijn, dank jullie wel. Volgens mij hebben we hier nog een overzicht van de handige links. En de volgende pagina, dat zijn onze contactgegevens. Dus je mag de presentatie stoppen als je wil, Laura. Onze oprechte excuses dat het zo ontzettend is uitgelopen. We waren al een klein beetje bang met alle onderwerpen en alle sprekers. Oeh, als dat maar goed gaat. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan, maar gelukkig zijn er nog heel veel mensen in de chat. Ja, jullie kunnen ons benaderen met vragen. Er staan allerlei contactgegevens in de PowerPoint. We sturen deze ook na, ook met de resultaten van de Mentimeter. Dus dat is misschien ook nog wel leuk om even terug te kijken. En nogmaals, neem gerust contact met ons op. Dank jullie allemaal hartelijk voor het bijwonen van deze sessie. We hebben heel veel opgehaald. En ik wens iedereen een hele prettige dag, avond toe. Dank jullie wel.